staan hier onder de rook van de luchthaven Schiphol op een veld olieflas. Nou, wij doen dit in samenwerking met luchthaven Schiphol, Waternet en gemeente Amsterdam. Die op braakliggende terreinen wil kijken of ze daar een andere invulling aan kunnen geven. En toen zijn we met elkaar rond de tafel gegaan en gezocht naar welke teelten mogelijk hier geschikt zouden zijn. Wat wij hier doen op deze kavels is het vlassen telen voor het zaad. En uit het zaad wordt olie gehaald en dat wordt weer gebruikt in de verfindustrie. We zijn nu in oliemolen De Bonkeren op de Zaanse Schans. En achter mij ziet u de kantstenen draaien die het in de Haarlemmermeer verbouwde lijnzaad wordt verwerkt naar lijnolie. Zeg maar het hele proces van het onder de stenen totdat er olie is, duurt zeg maar een half uur tot 40 minuten. Maar sterk afhankelijk van de wind. Deze molen is hier oorspronkelijk gebouwd in 1693. Dus sinds die tijd wordt er al met enige regelmaat olie geslagen. In die verstande dat vanaf 1935 tot 1979 de molen heeft stilgestaan. De mensen gingen vanuit de molen, dus gingen ze naar de stoomoliefabriek. En later natuurlijk naar de elektrische oliepersterijen. Maar in 1979 is er weer zeg maar op bescheiden schaal begonnen met lijnolie te produceren. We zijn hier bij Rigo Verffabriek. Wij krijgen hier de lijnolie binnen van de Bonte Hen. En die wordt hier gemaakt tot natuurverf van het merk Aquamarijn. Samen met krijt, water en nog wat andere grondstoffen wordt het tot het uiteindelijke eindproduct gemaakt. Deze verf wordt onder andere gebruikt op Schiphol, maar ook bijvoorbeeld op het VU Medisch Centrum in Amsterdam, maar ook kastelen en gewone woonhuizen. Nou ja, kijk, normaal gesproken wordt deze verf die wordt eigenlijk specifiek ook gebruikt voor onder andere het verven op de luchthaven. En dan kan het eventueel bij de vliegtuigen zijn, maar ook bijvoorbeeld bij de aankomsthallen en vertrekhallen en zulke soort dingen. En dat ze hebben echt als taken, dat is de verfindustrie is daar ook mee bezig om. Nou ja, ook te wijzen dat de producten, de grondstoffen geteeld worden eigenlijk op zoek soort percelen.